video. In deze video ben ik niet alleen. Ik ben samen met... Jens. Ja, en ik denk dat iedereen hem eigenlijk wel kent. Mijn broertje dus. En vandaag, wat gaan we eigenlijk doen, Jens? Trucjes met Mario Kart coins. Ja, en dit zijn Mario Kart coins die je bij elke 15 euro bij boodschappen bij de plus krijgt. En het zijn dus coins. En daarmee kun je super vette trucjes doen. Zo zien ze eruit. En we hebben hier allemaal kleurtjes. En daar gaan we dus nu allemaal trucjes mee doen, hè? Ja. En kun je al een beetje een paar trucjes? We hebben wel een beetje geoefend, maar ja, het gaat wel moeilijk. Ja, het is wel een beetje lastig, maar we gaan het toch doen en we vinden het heel erg leuk. Dus let's go! Oh ja, en niet te vergeten, aan het eind van deze video komt er ook nog een winactie. Ja, de winactie is geweest op mijn Instagram. En de winnaar wordt bekend aan het eind van deze video. En die heeft de... Nintendo Switch gewonnen met Mario Kart 8 Deluxe. Goed zo. Dus die komt aan het eind van deze video. Wordt deze winnaar bekendgemaakt. Dus blijf even zeker kijken. Want misschien win je wel de Nintendo Switch en Mario Kart 8 Deluxe. En dan gaan we nu beginnen met de... Video. Ja, sorry. Video en trucjes. Ja. Let's go. Oh ja, en vandaag lukt maar niet zo heel goed. Dus we kunnen het niet helemaal perfect gelukt, maar... Doe mij eens uit. Let's go. Oké, we gaan nu een trucje doen dat je dat muntje op je elleboog moet leggen en dan je arm strekken. Ja, en dan snel zo pakken. En dan snel zo pakken. En ja, laten we proberen. Oké, 3, 2, 1. Shit! Ik heb hem. Oh nee. Oké, nog een keer. Oké, 3, 2, 1. Oh nee. Oké, is dat één nieuw voor jou? Oké, 3, 2, 1. Ja, ik heb hem ook. 2, 1 voor jou. Ook zin tot de 3 gaan? Ja, oké. 3, 2, 1. Ik heb hem. Oh nee. Hoe? 2, 2. Oké, de laatste. 3, 2, 1. Oh nee. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. Ja. Oké, gelijk spel. Ja, gelijk spel. Ja, gelijk spel. Oké, het staat dus nu 3-3. Oké, het volgende trucje is echt super lastig. Je legt hem op de hoek. Dit gebeurt er dus de hele tijd al. Dan moet hij duizend overnieuw. Nee, je legt hem dus op de rand van de tafel. Je duwt hem zo omhoog. En dan probeer je met deze te vangen met de dop waar de muntjes in moeten. Ja, oké, okay, begin jij maar. We gaan dit keer tot de 1. Want dit is wel heel lastig. Oké, okay. Ja. Oeh. Oké, okay, ik ga het proberen. Oké, ik heb een muntje. Ja. Oh, jij hebt hem nu in één keer. Yay! Kijk, als ik hem weer doe, jongens, als ik hem weer doe, kijk, nu lukt hij gewoon voor mij. Nee, nee. Nee! Ik moet het één keer doen. Nee, dat lukt er ook niet, Jens. Oké, we hebben nu de hoesjes, zeg maar, de rubberen bandjes erop gehad. En dan gaan we ze nu zo draaien. Oké, dan ligt de rubberen bandje even weg. Oké, 3. Oh, dan kan ik niet weg. Oké, 3, 2, 1. En hier doen we geen punt mee, want dit kan niet. Maar je doet zo en dan met die duim. Ja, zo maar. Nou, dat lukt mij niet. Ja, hoe kan dit? Kijk, ze allebei snel draaien dan. Kijk, mij hè. Woe! Wow! Dus ze raken gewoon bijna elkaar. Oké. Okay. Oké, nog een keer. Oh. Maar dat ging niet zo snel. Oh! Die gaat heel snel. Oh, kijk deze! Oké, nu gaan we met dit muntje proberen in de bekers te gooien vanaf de bank. En tot hoe ver gaan we? Tot de 2. Oké, go.
De rand, dat kennen we Nick. Oh, ook heel bijna. Ging 2. Oeh, ging wel tegen jullie aan. Oh, ging 3. Zullen we gewoon tot de 1 doen? Ja. De beker verschuift steeds, maar we gaan nu naar poging 4. Oké, ik ga een keer zonder te kijken. Oeh, die wordt hard. Oh, bijna zonder te kijken. Ja. Poging 5. Nou weer zonder te kijken. Dat gaat niet lukken. Poging 6. Nee, die staat eigenlijk wel. Poging 7. Ja, volgens mij 7, ja. Oh, maar die van net ging echt gewoon in en eruit. Ja. Oké, nu is die naar voren geschoten. Mooi. Weer niet. 8. 8? Oh, weer bijna de 10. Die was heel scheef. Ja, nee. Oh! Poging 9. Oké, ik ga een keer jouw kant zitten. Ik wil een keer daar proberen. Here we go. Wij zijn hier zoals je deel slecht in, maar ik denk als je het paar keer oefent, dat het wel lukt. Ja, misschien kan je het ook zo doen. Ja, dit is poging 10 alweer. Ik ga het nu nog een keer proberen. Oh, nee. Op de rand. Dit kan gewoon niet. Dit is gewoon zo apart, dat kan gewoon niet in. Oké, okay, nog een keer. Oké. Okay. 3, 10. Poging 11. Ik kan het zo doen. Hij zit er echt in. Ja. Oké, okay, we hebben nu een soort nieuw iets. Ik moet het muntje gooien en dan moet Jens hem vangen. En als Jens hem heeft gevangen, dan mag hij hem gooien en dan moet ik hem vangen. Ja, en dan gewoon iedereen één. Ik ga beginnen met gooien. Oké, dan ga ik beginnen met vangen. Dus daar gaan we. Yes! Oké, okay, als het heel makkelijk gaat, dan moeten we misschien wat grotere afstanden gaan doen. Oké, ja. Ja, dit gaat wel makkelijk. Dit gaat heel makkelijk. Oh, skip. Oh. Oké, okay, nu gaan we grote afstanden. Oh, ik moet hem weer vangen, hè? Grote afstanden gaan we doen. Oké, okay, go. Iets groter, verder weg. Zo? Ja, oké, okay, go. Zo. Ja. Oh. Yes! Niet zo ver. Oké, dan ga ik hem heel ver. Oké, 3, 2, 1. Oh! Hij zit hier zo goed in. Oké. Of het is gewoon makkelijk. Of het is gewoon makkelijk. Of hij is gewoon makkelijk. Ja, nu moet jij gooien. Oké, nu nog verder. Ga gewoon bij die tafel staan, ja. Oh my god, ja, ga proberen. Oké, go. Ja, dan kom ik mooi pakken. Ja, ik ben... Nog een keer, 3, 2, 1. Oh nee. Oké, nu mag ik weer gooien. Kan je ook van zo ver? Ja, ik ga hier. Oh, ja. Ik pak wel een blauwe beker. Oké. Okay. Ik ga snel rondjes draaien. Dat lukt toch niet? Oké, okay, Jens ligt dus hier. Ja. En we gaan al deze 24 muntjes op Jens hoofd stapelen. Dus het ziet heel grappig. We gaan het op kleur doen. Zullen we eerst zwart doen? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Weer goed recht liggen. Alsjeblieft. Yes, nee. Alsjeblieft, nee. Alsjeblieft. Hoeveel hadden we er? Oké, okay, we gaan niet tellen hoeveel er op hadden. De meeste. Waar had ik dit allemaal op? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké, okay, kijk hoeveel ik er omhoog kon hebben. Nou, dan gaan we nu kijken hoeveel ik er omhoog kon hebben. Okay. Ik begin met blauw. Oké, okay. Hij zit boven de kijkers. Boven de kijkers. Nee! Oh nee, hoeveel heb ik Oké, dit waren al die van jou. Oké, okay, nou, dan gaan we die nu even tellen. Oké, okay, okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee! Eén meer, jongens. Nee.
Nou, ik vond het heel erg leuk om een keer wat met deze coins te proberen. Ik ook. En we hebben echt heel veel leuke trucjes gedaan. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Natuurlijk gaan we nu de winnaar bekendmaken van de Nintendo Switch en Mario Kart 8 Deluxe. Oké, de winnaar is geworden... Phoebe, als ik het goed uitspreek. Het staat hier ergens in beeld. Wacht, we gaan wel een beetje aan de kant. Hier zo, ergens. Of in het midden hier. Ergens staat het hier in beeld. En ja, wij vonden deze video heel erg leuk. En ze heeft ook echt een moeite gedaan om leuke trucjes te doen. En gefeliciteerd. Plus gaat met jou contact op me nemen. En dan krijg je de Nintendo Switch plus Mario Kart 8 Deluxe. En dat is wel heel leuk, hè? Ja. Ja. We hopen dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet ook niet een dikke duim omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Maar ook op Jens' kanaal. Ja. Jens' hoofd staat hier ergens in beeld. Ja, waar je op kan klikken. Abonneren. En reageren. Oké. En dan zien we je weer de volgende keer. Doei. Doei.